De legging voor de boogschutter voor maart 2020. Het is een algemene legging voor een grote groep mensen, dus de boodschap kan niet voor iedereen van toepassing zijn. Zoals dat deze keer niet zo is, dan is dat misschien de volgende keer wel zo. Het is mogelijk om een persoonlijke reden aan te vragen. De gegevens daarvoor zet ik in de beschrijving onder de video. Je bent blij met hoe het nu is. Heel blij. Kan niet veel beter zijn. Misschien een klein beetje beter, maar je bent financieel stabiel. Je bent blij met je leven, zoals het nu is. Liefde, soulmates. Nou, zo heb je van alles wat. Liefde, geld, eigenlijk al je wensen die in vervulling zijn gegaan. Ik denk ook niet dat het veel beter kan worden. Er is een nieuwe persoon die je leven inkomt, of misschien al is gekomen. Die vooral heel veel je denkt dat het alleen om de seks gaat. Misschien is dat ook wel zo. Dus je wijst hem af. Je laat hem in de kou staan, zo gezegd. En er zijn heel veel berichtjes die je krijgt. Van die persoon. En je negeert het. Je negeert die persoon. Je laat hem wachten. En hij wacht ook braaf. Je denkt dat het niet serieus is. Niks ervan. De berichtjes niet, die persoon niet. Communicatie niet, dingen die hij zegt. Je denkt dat niks serieus is bedoeld. Dat het alleen maar is om je bed in te krijgen of om gewoon voor de grap. Maar is dat ook zo? Je bent heel erg op je hoede, voorzichtig ermee.
De zon. Met de zon denk ik toch wel dat het serieus is. En ik geloof als je erop ingaat, ook al is het maar een klein beetje, dan neemt die persoon het gelijk van je over. Die zorgt gewoon dat, dat jullie dan samenkomen. Je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen. Eigenlijk kun je gewoon wachten op het volgende berichtje. Als je dat wil, ja, als je besluit om het toch te proberen. Misschien is het leuk. Dan nou ja, reageer je gewoon een keer op een berichtje en dan gaat het vanzelf. Maar ja, je hebt nu een fijn leven. Dus ja, de persoon die erbij komt, die moet het natuurlijk wel beter maken. Anders kan je net zo goed gewoon houden zoals je het nu hebt. Maar ja, ik snap hoe die persoon overkomt en waarom je het niet helemaal vertrouwt of niet zo ziet zitten. Ik denk dat het allemaal niet serieus is. Maar hier met de bekers 2 en de zon helemaal in het midden, ja. Er is het zeker een kans om tot iets heel moois uit te groeien. En zeker, die persoon die is serieus met je. Ook al komt het niet zo over en wordt het allemaal met een grapje gebracht. Dus ja, het is aan jou of je het een kans wil geven. Of je het blijft tegenhouden. Of dat je het gaat proberen. En als je dit gaat proberen, dan hebben jullie echt een goede kans samen. Het is een mooi, lang en gelukkig leven. Lang. Nou, succes.